Wat ik belangrijk vond bij Zondagskind, was om de lezer in het hoofd te brengen van iemand met autisme. Want er zijn heel veel boeken over autisme verschenen. Maar zelden geschreven door iemand die het zelf heeft. Dus die echt weet waar ze het over heeft. En dan ook nog over een vrouw, vanuit een vrouw. En dan ook nog een meisje dat opgroeit in Nederland. En zo'n boek was er nog niet. En wat ik mijn grootste drijfveer was, omdat tijdens lezingen vertel ik al hoe het is en wat het inhoudt. Maar mensen willen graag op hun gemak in zo'n boek lezen en helemaal erin opgaan. En dat krijg je in een lezing van een uurtje, krijg je dat een hele verhaal niet verteld. En ik wilde graag het hele verhaal vertellen. Dus vandaar dat is eigenlijk de reden dat het boek is ontstaan.